Beste vrienden en muziekliefhebbers, voor de muzikale sector was het voorbije jaar niet gelukkig. De muziek was zwaar getroffen en vooral de koormuziek, want voor liefhebberskoren bijvoorbeeld was het onmogelijk om wekelijks samen te komen, te repeteren, samen gezellig te zingen en een klank te maken en of een concert voor te bereiden. Vooral voor een concertorganisatie als Koorlink was dat heel moeilijk. Koorlink organiseert 16 concerten in verschillende steden in Vlaanderen en was in het voorbije jaar natuurlijk niet in de mogelijkheid ook maar iets aan te bieden aan het publiek. Ook wij van Extempore zouden normaal gezien in het voorjaar 2021 het programma Hear My Prayer met muziek van Fanny en Felix Mendelssohn aan het publiek aanbieden, maar dat was dus onmogelijk. Daar hebben wij geprobeerd iets op te vinden. Er wordt zoveel over muziek gesproken en toch zo weinig gezegd. Om jullie als liefhebbers van de vocale muziek een alternatief te bieden, hebben wij het voorziene concertprogramma voor de concerten van Koorlink rond Felix en Fanny Mendelssohn opgenomen. Weliswaar in niet vanzelfsprekende omstandigheden, u weet het wel, afstand houden, mondmaskers en zo, maar we hebben u iets willen bieden dat aangenaam is om naar te kijken en fijn om naar te luisteren. En dat dan nog uiteraard op het moment dat het u het beste uitkomt, dat is al bij al toch een voordeel. Inderdaad, Balsem voor de stem zou een mooie titel zijn van het programma. Het programma rond Felix en Fanny Mendelssohn onder de titel Hear My Prayer is een heel passend en boeiend programma geworden, met veel afwisseling rond de beide fascinerende artistieke persoonlijkheden van broer en zus Felix en Fanny. Beide buitengewoon getalenteerde wonderkinderen, zeer eng met elkaar verbonden over en door de muziek. Dit alles kon alleen maar gebeuren met de steun van vele mensen en instanties. Waarbij ik dan uiteraard vooral denk aan mijn zangers en pianist, maar ook de betrokkenheid van organisator Koorlink, de mensen van de techniek en het gloednieuwe culturele centrum van Merelbeke dat zo vriendelijk was om ons gastvrij te ontvangen.